Hoi allemaal, welkom bij de videovlog van week 3. Deze week hebben we het thema Maxima. En ik had al van tevoren bedacht welk jasje ik wilde maken. Ik wist nog niet welke jurk ik zou nemen, maar ik kwam deze jurk tegen. In de Maxima bijlage van de Knip. De Knipmode 5 2014. En ik heb dit jurkje gemaakt. Ik heb wel heel veel weer aangepast, omdat ik vond de biezen niet mooi staan. Op de een of andere manier ging het gek trekken, dus die biezen heb ik er weer van afgehaald. Toen heb ik uiteindelijk met een beleg gewerkt. Hij heeft een mooie rits middenachter plooien in de voorkant van de rok. En de achterkant heb ik ze dichtgestikt, want op mijn billen gaan ze iets openstaan. Dus heb ik ze netjes dichtgestikt en dan zie je er niks meer van. En daar heb ik een heel leuk bloemenstofje voor gebruikt. Deze prachtige stof van notenboom. Er zit ook rek in. Ietsjes, de stretchkatoen. Het leek me wel iets wat zij zelf ook zou dragen. Ik heb daarbij dit jasje gemaakt. Dit was in de eerste instantie gewoon een vest. Het is model 2 uit de Knip 9 2015. Een jasje was eigenlijk een beetje vuilniszakkerig, omdat natuurlijk, ja, eigenlijk is het van wol gemaakt. En ik heb hem gemaakt van hele mooie ruwe zijde. Dus ik heb aan de voorkant hier figuurnaden gestikt. Aan de achterkant in mijn rug figuurnaden gestikt. Voering erin gemaakt. En schoudervullingen, zodat het een echt jasje werd. Dit is de stof die ik daarvoor gebruikt heb. Het is echt... Flink oranje. En ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Daarnaast heb ik nog een haarstukje gemaakt. Ik heb er nog een andere van gemaakt. En ik wil je even laten zien hoe je zo'n leuke bloem kan maken voor bijvoorbeeld in je haar. Of als accessoire op je jasje. Om deze leuke bloem te maken voor op een haarklip of voor op een brocheclipje heb je een aantal dingen nodig. Je hebt 3 verschillende maten cirkels nodig. Een grote, een middel en een kleine. Vilt en reststof van je project of andere stof die je leuk vindt. En een clipje. En je hebt 5 van de grote nodig. Een basis en 4 blaadjes. 4 van de middelste en 4 van de kleinste. Nou, je legt je basis neer. Je pakt je cirkel, je vouwt hem dubbel en je vouwt hem nog een keer dubbel. En dan heb je eigenlijk zo'n leuk, schattig plaatje. En doe je met een hete lijmpistool. Kijk, als je hem op je naaiproject doet en je gaat hem wassen, dan zou ik het naaien. Maar in dit geval komt het in mijn haar, dus ik lijm hem. Die lijm je gewoon vast op de basiscirkel. En dan doe je gewoon nog een keer voor de volgende blaadjes. Zo, nou heb ik ze er alle 4 op zitten. En dan heb je al een beginnetje. Dan ga je met de middelste, doe je hetzelfde. Dubbel vouwen. Nog een keer dubbel vouwen. Klein beetje lijm tussen dit stukje. Een beetje lijm in het midden van je projectje. En dan doe je hem op de naad leggen. Dus dat die overlapt. En zo ga je weer door tot ze de alle 4 zitten. Zitten er weer op. Hetzelfde principe, die kleintjes ook dubbel vouwen, nog een keer dubbel vouwen. Beetje lijm ertussen. En weer erop. Nou, ik heb alles gelijmd. Je doet hem nog een beetje fluffig maken. En dan heb je echt een hele leuke bloem. En als je dan op een haarklip of een brush wil doen, pak je een stukje vilt. Je erop lijmen. En dan kan je hem zo op een clip lijnen. Deze moet ik eerst nog even een lintje opplakken. En gelijk even doen dan. Ik heb leuk rood en blauw lint gekocht.
En voilà. Een superleuke haarclip. Nou, dit was de videovlog van week 3. We zitten alweer op de helft. Het gaat allemaal heel hard. En volgende week weer een superleuk thema. Dus daar ga ik alvast weer mee aan de slag. Tot volgende week!